Vraag 4. We luisteren even naar een audiofragment. Dag, wat kan je zeggen? Karen had een gezin. Hij is een kapper. Hij voelt nu. Mijn hoofd had genoten. Hij kennen. Hij zijn. Met jullie voetballen van de gang. Ja, de vraag is duidelijk, chef. Nee, dit was Tevfik Eshent en die stierf in 1992. Dat was de laatste native speaker van het Oebik. En het Oebik was de taal met het meeste medeklinkers. Hoeveel medeklinkers? Wie het dichtst bij is van jullie wint. Taal met de meeste medeklinkers ter wereld. 111. Goeie gok, Laurens. 90. Ja, Otto-Jan. 115. 115, Laurens het dichterbij, 84 medeklinkers. Het is toch een serieuze te fout ook. Ja. Dat je dat bij ons in de pita baruis wordt. Verstaande! Kijk toch ook, dat is een oude moppe, Erik. Maar zo, de taal met de meeste klinkers, die kent het toch niet? Het Limburgs, hè? Bijvoorbeeld erin. Oh, ze zijn er! Ja, ze reageerden rap, dat is toch wel. Ja, die zijn al 3 dagen onderweg, hè? Upsa. Dat is dan met de meeste klinkers. Er is zelfs één woord met 17 klinkers. Een ho. Dat is een naam op, hè. Sorry, waar zitten jullie? Respect me eieren. Een beetje steunen ook? Hè? Hey, ik was een tijd geleden in Limburg, komt er iemand naar mij. Jij bent die jongen die zo traag spreekt. Nee, met een bril dat toch.